Hallo allemaal, tijd voor een update. Ik ben vandaag 34 weken pregnant. Ik moet daar kijken. En ik dacht, ja, ik zal nog eens een update doen. Nu, ik ben tot de conclusie gekomen: zwanger zijn is niets voor mij. Hoe mooi en magisch ik het ook vind en heel dankbaar ben voor dit wondertje in mijn buik. Ik vind het heel zwaar, voornamelijk fysiek. En daardoor vind ik het mentaal moeilijk. Omdat ik eigenlijk altijd dacht van, ik kan dit easy, want ik ben fit. En ik ben sterk. En ik ben personal trainer. Maar dat valt dik tegen. Want het is net omdat ik me altijd zo fit heb gevoeld. En zo sterk en zo gewoon kan de wereld aan, dat dat nu 10 keer maal 10 niet is eigenlijk. Dus ik kan nog geen trap oplopen of ik ben moe. Ik heb lage bloeddruk. Ik slaap niet. Die buik zit altijd in de weg. Dus eigenlijk vanaf de 30ste week heb ik echt wel afgezien. Maar puur mentaal. Ik zit echt in gevecht met mezelf, dat ik zo vast zit in mijn lichaam. Dus nee, zwanger zijn is echt niks voor mij. Ik snap dat dat een heel mooi gegeven is. En het is gewoon magisch als je ziet wat dat er allemaal met u gebeurt. En ik heb heel veel respect hierdoor voor mijn lichaam gekregen. Nog meer dan ervoor. Maar het vraagt heel veel van u. En ik heb dat wel onderschat. Dus ja, ik ben nu op een punt, 34 weken, dat ik zo iets heb van, amai, het mag door, het mag snel gaan, ze mag komen. Terwijl dat ze misschien nog, ze is nog niet klaar en ze moet er toch zeker nog 3 weken blijven zitten. Maar je voelt gewoon dat mijn lichaam echt het moeilijk heeft daarmee. Dus ja, dat is zo het meeste wat ik eruit geleerd heb nu. En verder, wat kan ik zeggen? Dus, maar op zich, ja, het blijft magisch. Ik zeg het is super mooi, maar het is gewoon echt. Dat gaat zo al 9 maanden is lang. En de eerste maanden had ik wel zoiets van, oh, easy, ik ben een beetje misselijk, ça va, hè. Die misselijkheid is dan weggegaan, ik had niks meer last. En dan heb ik er eigenlijk echt wel door gevlogen. Ik ben ook blijven werken, ik heb niks. Ja. Maar zelfs nu praten, hè. Ik ben echt precies 80 jaar. En ja, ik heb al sinds 28 weken dat ik zwanger was, heb ik al melk uit mijn borsten eigenlijk. Wat mij ook echt een heel raar gevoel geeft. Zo van, oh, ik takel af. Terwijl dat ook weer gewoon het mooie is van. Maar dat gaat niet, dat gaat heel moeilijk in mijn hoofd. Dus ik ben wel zo in conflict met mezelf. En het feit dat ik dan minder kan doen. Dat je met alles moet oppassen wat je dan eet. Ik voornamelijk met die toxoplasmose en zo. Ja, maakt dat toch wel pittig. Maar nog steeds alles staat klaar. En ik ben zo excited om haar te ontmoeten. Dus ik ben echt wel zo. Voor mij, dit is echt gewoon wachten, 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 wachten. En mensen zijn dan zo, oh, maar geniet er nog maar even van. Maar ik geniet hier niet zo van. Ik geniet van die in mijn armen hebben en daar dingen mee doen en die opvoeden en die alles geven wat die moet hebben. Ik kijk daar zo naar uit dat die uit mij komt en dat ik die heb. Maar dit is voor mij zo gewoon zo in de wachtzaal zitten. En ja, het dwingt u tot rust en ik ben geen persoon om rust op te zoeken op deze manier. Zo. Dat ik moet zeggen van ja, dat ik minder klanten kan doen en dat ik zo rap moe ben van iets. En dat ik ook effectief heel veel ideeën heb in mijn hoofd, want ik wil zoveel doen. En dan zet ik me aan mijn laptop en dan zegt alles in mijn lijf, nee, ik kan zelfs niet typen, bij wijze van spreken. Het gaat gewoon niet. Dus ja, dat is hardcore. En dat is gewoon puur mijn ervaring, want natuurlijk, elke mama heeft een andere wonde die naar boven komt. En bij mij is dat echt rust opzoeken. Dat ik echt gewoon merk van, daar zit mijn wonde. Ik moet mezelf, ook als ik kaarten trek, hè, mijn spirit team zegt dat ook. Hè, jij moet rusten, jij moet genieten, jij moet.
Maar gewoon hier in de zetel zitten 24 uur, not my thing. En ik voel me dan heel onnuttig. En dan heb ik heel veel emotionele buien dat ik gewoon wil wenen, omdat ik me onnuttig voel en niks kan doen. En ik heb eigenlijk, waar het eigenlijk over gaat, is controle loslaten. En controle loslaten is voor mij dan op dit gebied in het leven, dus het leven dat ik onder handen heb normaal, dus de teugels van mijn stuur heb ik nu niet. En ik heb ook zo geen datum om te zeggen, dan is het gedaan. Dus je zit in die wachtfase en je kijkt er gewoon naar uit. Maar er is geen, er is ook nog zo geen einde. Dus ik zeg het, en dan voel je daar soms schuldig over. Omdat je zoiets hebt van, ja, maar ja, ik mag dat niet voelen, want ik moet blij zijn. Ik ben blij met haar in mijn buik. Maar ik ben niet blij met hoe dat voelt, omdat om zo fysiek mijn energie met haar te delen. Want daarover gaat het eigenlijk. Hè. En je kunt, ik ben spiritueel en ik sta open. Dus ik weet ook dat het verder gaat dan, oh, ik heb mood swings en ik ben hormonaal. Want mood swings op zich heb ik niet. Het is meer effectief zo de struggle met mezelf in dit proces. En hoe dat ik dan over mezelf denk en naar mezelf kijk. Want het is niet alleen hormonaal. Je hebt een zieltje dat nu in je aura zit, dat merged met u, dat uw energie nodig heeft. Dus alles wat jij doet, gaat naar dat zieltje, wat logisch is. Dus je bent 24 uur aan het werk met je lichaam. En ik bekijk dat zo niet, ik voel dat zo niet, omdat ik de hele tijd zit in rust. Terwijl mijn lichaam zoveel aan het doen is voor mij. En dat is iets wat ik toch wel echt heb moeten beseffen, klik in maken. Ik heb een osteopaat waar ik naartoe ga, die ook mooi zo informatie kan channelen. En die dat ook echt zegt van, uw taak is echt om onzekerheid en het onbekende en controle te gaan omarmen nu. En ik zeg het, ik heb de klik wel gemaakt en ik ben veel rustiger en zo van, ja, we zien wel. Maar dat was wel echt mijn interne strijd zo. Ik probeer heel veel tegen haar te praten. En eerlijk te zeggen wat ik voel. En ik voel me niet per se ook niet, als ik zo'n schuldgevoel heb van, oh, je voelt dit, dat mag niet. Ik kan dat direct counteren, want tuurlijk mag dat wel. Ik mag alles voelen wat ik wil. Dat is een ervaring. En mijn ervaring is ook totaal anders dan die van een andere mama. En mijn ervaring is niet beter of slechter. Dus ja. Maar ik ben een doe-persoon. En ik ken niet vooruit. Dus dat is zowel nu het moeilijke, die laatste weken. Maar ik zeg het, de laatste weken. Ik zeg, vanaf die 30 weken is dat echt, echt zo in my face gehit. En heb ik heel veel moeten voelen en nadenken en reflecteren en toelaten voornamelijk, hè. Dus dat is zo wat de kleine update van vandaag. Hello everyone! Ik lig nu in bad. Ik heb een kaarsje aangestoken en het is echt lauw, bijna koud water, omdat het gewoon echt heet is hier. En ik vind geen houding. En ik word dan betand van in de zetel te zitten. Dus ik dacht, ik ga me gewoon even verfrissen. En ik ga een muziekje opzetten. En even tot mezelf komen. Want voor mij is water ook reinigend. En meestal in bad komen er ook altijd veel emoties los. En dan kan ik dat hier loslaten en meegeven met moeder natuur. Down the drain. Dus het was vandaag een productieve dag. Ik heb personal training gegeven en light coaching gedaan. En een dutje gedaan. Mijn teennagels gaan laten doen. En dan ja, in de zetel gezeten s'avonds en zo lang. Ja, dat gaat niet. Je vindt gewoon geen houding. Ik heb daar echt moeilijk mee. En ik was een beetje gek aan het worden van mezelf, dus vandaar een beetje relaxatie. Dit is de baby Belly. Ongelooflijk, een klein mensje hier in een buik. Ongelooflijk, hè?
ik heb net een heel mooi gesprek gehad met haar. En natuurlijk ben ik dan gewoon helemaal in tranen uitgebarst. En dan heb ik even alles kunnen zeggen wat ik voel en waar ik bang voor ben. En gewoon echt een gesprekje tussen mij en haar, zoals ik echt zou doen als ze er echt is ook. Het is ook niet meer zo lang, hè? Dus ik ben echt super excited om haar te ontmoeten. Ook al voelt het de laatste weken voor mij dan gewoon zwaar. Dat wil niet zeggen dat ik minder dankbaar ben of zo. En dat is eigenlijk zo wat ik zo net voelde, die dankbaarheid. Hoe mooi het eigenlijk is. Ja. Maar goed, genoeg geweend. Het is heel gek wat dat allemaal met u doet. Dat wist ik.